Het is alweer een jaar geleden dat ik voor het laatst reed met de Polestar 2. De destijds meest interessante nieuwswaardige versie. De Standard Range Single Motor. Nu zijn we een jaar verder en opnieuw rijd ik met de interessantste versie van de Polestar 2. Zij het dat we nu niet te maken hebben met de Standard Range, maar de Long Range Single Motor versie. Want dat is de meest nieuwswaardige versie van dit moment. De variant die volgens de WLTP testmethode maar liefst 655 kilometer moet kunnen rijden op een volgeladen accupakket. En de variant die wederom beschikt over één enkele elektromotor, zei het dat die verhuisde van de voor- naar de achteras. In deze video vertel ik jullie alles over de veranderingen en hoe deze in de praktijk zijn bevallen de afgelopen testperiode. Want jawel, in navolging van Volvo met de XC40 heeft ook Polestar de nodige wijzigingen doorgevoerd aan de line-up van de Polestar 2. Want net als bij de XC40 werd de auto voortaan standaard achterwiel aangedreven, zien we een nieuwe configuratie voor wat betreft de opbouw van de elektromotoren, nieuwe vermogens, maar we zien ook wijzigingen op het gebied van de accupakketten en de snellaadsnelheden, met name die laatste. Voordat we instappen en diep in de technische materie duiken, kijken we eerst even naar het exterieur van de vernieuwde Polestar 2. Oplettende kijkers zien namelijk een nieuw front dat voortaan gekenmerkt wordt door een dichte grill. De zwart geblokte unit is verdwenen en daarvoor in de plaats kwam Polestar's zogenaamde Smart Zone. Alle sensoren, van de radar tot camera's, zijn achter deze dichte plaat verstopt en zorgt voor een iets meer EV-achtig, maar ook zeker eigentijdse voorkomen. De geteste 2 betrof een Long Range Single Motor, uitgevoerd in het chique lakkleurtje Jupiter en optioneel aan €1500 geschoeid op 20 inch lichtmetalen wielen. Ook zien we het €3000 kostende Pilot Pack dat de 2 uitrust met LED-matrix koplampen die een voor- of tegenligger actief uit het lichtbeeld kunnen filteren, mistlampen met bochtenfunctie en techniek als een adaptieve cruise control en pilot assist. Stappen we aan boord van de Polestar 2, dan bleef alles bij het oude. En dat betekent dat we een auto aantreffen die ten opzichte van zijn directe concurrenten, denk bijvoorbeeld aan de Tesla Model 3 of de Hyundai Ioniq 6, een heerlijk lage zitpositie achter het stuur kan geven. Zeker als jij ervoor kiest om die stoel ook echt laag op de bodem te plaatsen, dan val je echt achter het stuur van de Polestar 2. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld de BMW i4 en een zitpositie die jij zomaar eens zou kunnen ambiëren in dit type auto. De instap is verder wel comfortabel dankzij de A-stijl die vrij rechtop staat en ver naar voren is geplaatst. Dus je hebt voldoende ruimte tussen het dak en de bodem van de auto om aan boord plaats te nemen. En het is op zich best wel grappig om te onthouden dat sowieso verder die Polestar 2, ondanks dat hij een lage zitpositie geeft, is het wel een vrij, nou laten we zeggen, enigszins hoog op de poten staande auto in zijn klasse. Hij staat een stuk hoger op zijn wielen dan bijvoorbeeld de i4 of de Tesla Model 3, maar ook zeker de Hyundai Ioniq 6. Maar dat voel je dus niet als je eenmaal plaats hebt genomen in het interieur en dat is dus wel een mooie bijkomstigheid. Het interieur wordt nog steeds gekenmerkt door een volledig digitaal instrumentarium recht voor je neus. Het verschaft je alle informatie uiteraard, maar vooral ook prominent in beeld een grote navigatie aankaart. Met dus ook alle aanwijzingen die je nodig kan hebben. En centraal het multimedia navigatiesysteem dat draait op Android Automotive software. Dit betekent dat je onder andere apps als Spotify aan kan treffen. Maar je kan bijvoorbeeld ook gebruik maken van Google Maps, actuele verkeersinformatie en natuurlijk navigatiesoftware. Apple CarPlay is ook mogelijk, maar daarvoor dien je wel een bedraden verbinding aan te leggen. Ook werkt het systeem met de Google Assistent en dat betekent dat je gewoon simpelweg Hey Google, navigeer naar Stationsweg in Beest. Naar Stationsweg navigeren. En voilà, het werkt. Of je kan bijvoorbeeld vragen, Hey Google, tot hoe laat is de IKEA in Breda geopend?
IKEA Breda is nu open en sluit om 8 uur 's avonds. Duidelijk. Hele handige features en zeker ook als je bijvoorbeeld Google software hebt geïntegreerd in jouw woning, qua domotica bijvoorbeeld. Je kan het allemaal aansturen via dit systeem. Werkt feilloos. Maar eerlijk is eerlijk, dit testexemplaar, we zullen het maar op exemplarisch houden, bleek niet uiterst betrouwbaar voor wat betreft de Google software, want het systeem heeft heel veel moeite gehad om dagelijks op te starten. Meerdere malen per dag zelfs. En dat betekende dus dat ik gewoon 10 minuten met een zwart scherm rondreed bijvoorbeeld. En ook niet kon genieten van comfort als parkeersensoren of zelfs cruise control. Hele aparte gewaarwording, maar het is wel echt en wellicht een exemplarische software bug. Kijken we verder naar het interieur, dan zien we nog steeds dezelfde basis. En die bestaat uit keurige materialen. Steekt allemaal degelijk in elkaar. Volvo sausje ook her en der. We zien heel veel overeenkomsten met diverse Volvo modellen. Kijk bijvoorbeeld maar naar die ventilatieroosters, de bediening ervan. Het stuurwiel natuurlijk met die bedieningselementen voor de cruise control. Het multimedia systeem, de schakelaars achter het stuurwiel voor de richtingaanwijzer of de regensensor die je in kan schakelen. Het zijn allemaal Volvo details. Maar wel met een Polestar sausje en dat betekent dat het net even iets sportiever aandoet. We zien in het interieur ook in combinatie met het panoramadak natuurlijk de Polestar die wordt geprojecteerd. En we zien de Polestar ook in het mooie compacte versnellingspook hier in het midden. Het enige waar ik mij de afgelopen week wel weer echt aan heb gestoord, dat is toch wel het gebrek aan aflegruimte in het interieur. Want het is echt wel een beetje een benauwende auto op dat vlak. We treffen één bekerhouder hieraan in het midden, maar die kan je niet altijd gebruiken als je gebruik wil maken van de middenarmsteun die je naar voren kan schuiven. We zien een opbergvak hier vooraan, maar die fungeert ook als een draadloze telefoonlader, dus dat werkt ook niet al te fijn als je daar echt je telefoon wil neerleggen zonder dat die oplaadt. Daarnaast zien we twee USB-C aansluitingen en dat betekent dus ook dat je die ruimte niet kan gebruiken. En ook de partievakken die bleken niet groot genoeg om bijvoorbeeld deze waterfles van een liter erin op te bergen. Maar goed, het zijn details, maar ik benoem ze wel, want het valt mij wel op in vergelijking met directe concurrenten als bijvoorbeeld de Tesla Model 3, de Hyundai Ioniq 6, maar denk ook zeker bijvoorbeeld aan een NIO ET5, die je ook voor dit geld hebt. Kijk naar de zitpositie, want afgezien van het feit dat ik me lekker laag kan positioneren achter het stuurwiel en dat het stuurwiel ook lekker ver naar je toe is te trekken, ook een typisch Volvo detail over het algemeen, neem bijvoorbeeld een S60 of een S90, daarin kan je ook een fijne zithouding achter het stuur verkrijgen. De zithouding verder vind ik wel een klein beetje curieus, ik zit niet al te comfortabel achter het stuur. De zitting wel, maar met name de aflegruimte voor mijn armen is niet in balans. Aflegruimte in de deurpanel is te hoog, te ver weg en daardoor houd ik op die manier het stuurwiel hier zo vast. En hier zit eigenlijk die middenarmsteun weer iets te ver, waardoor ik als ik zo met mijn armen ga zitten, zit ik een klein beetje scheef. En dat is gewoon niet fijn. Dit zit veel te ver naar links in verhouding tot de aflegruimte hier op de middenarmsteun. Die middenarmsteun die duw ik daarnaast continu weer naar achteren. Afgezien van het feit al dat ik hem heel de tijd al naar voren trek en waardoor ik dus die bekerhouder ook kwijtraak. Dat is in andere concurrerende auto's veel, maar dan ook echt veel beter voor elkaar. Daarnaast viel het mij ook op dat ik mijn voeten slecht kwijt kan op de bodem. Ik heb weliswaar een voetensteun aan de linkerkant, maar mijn rechtervoet, ik zit heel de tijd een beetje in de knel met de pedalen. Is mij niet eerder opgevallen en het lijkt zowaar een wijziging aan het model te zijn. Voor wat betreft de geluidsbeleving en geluidsisolatie hier aan boord. Polestar past niet dubbel gelamineerd glas toe, zoals andere merken in deze klasse dat wel doen. ET5, Ioniq 6, Tesla Model 3, allemaal voorzien van dubbel gelamineerd glas. De Polestar 2 niet, maar het lukt Polestar om het hier toch enigszins aangenaam stil aan boord te houden. Zeker voor wat betreft de cabine, maar het afrolgeluid is te nadrukkelijk aanwezig. Ik heb deze omgeruild voor de Toyota Prius. De Prius plug-in had ik hiervoor en daar vond ik het afvolgeluid al redelijk aanwezig. Deze is net eventjes een tandje heftiger. Het dringt echt te veel door vanuit de wielkasten. De testauto was daarnaast uitgerust met het 5000 euro kostende pluspak. Om meerdere redenen een absolute aanrader. Om te beginnen beschikt de auto hiermee namelijk over duurzame, vuilafstotende en diervrije WeaveTech bekleding met een verlengbaar zitvlak op de voorstoelen. Het panoramadak, een 600 watt sterk Harman Kardon audiosysteem en stoel- en stuurwielverwarming zowel voor als achterin maakt ook onderdeel uit van dit pakket. Verder kun je de auto ontgrendelen, vergrendelen en starten middels de Polestar app op een smartphone en is de achterklep elektrisch te openen.
Andere details zijn de extra getinte achterruit, sfeerverlichting in het interieur en een clean zone luchtkwaliteitssysteem. De belangrijkste feature in dit pakket is echter de toevoeging van een warmtepompinstallatie. Deze voor een goede EV wat mij betreft essentiële technologie is namelijk nog niet standaard aanwezig. Ja, en dan het grootste nieuws, de techniek van de Polestar 2, want daar heeft een grondige update plaatsgevonden. Om te beginnen, we zijn standaard van voor naar achterwielaandrijving gegaan. En ik heb het al eerder in de video van de Volvo XC/C40 gezegd. Dat is een behoorlijk rigoureuze verandering aan een al bestaand model. Dat gebeurt eigenlijk niet zomaar. We zijn van een achterwiel aangedreven 1 serie naar een voorwiel aangedreven 1 serie gegaan. Maar er ging wel een compleet nieuw model aan vooraf. En dat is nu niet het geval, want de Polestar 2 is voor de rest gewoon hetzelfde gebleven qua interieur, exterieur en techniek, bodemplaat, dat soort zaken. Maar ze hebben er dus echt voor gekozen om er gewoon voor te kiezen van nou, die elektromotor van de vooras gaat naar de achteras. En dat vind ik een hele goeie, want dat past gewoon bij dit type segment auto. Dat hoort gewoon bij een auto die opereert in een hogere D-segment premium klasse. IONIQ 6 is ook achterwiel aangedreven, ET5, BMW i4, Tesla Model 3, allemaal achterwiel aangedreven auto's. Volkswagen ID7, idem. Dus ja, dat betekende dus wel dat Polestar als enige over zou blijven in deze klasse met voorwielaandrijving en ze hebben er dus echt slim aan gedaan om dat dus te veranderen. Maar er veranderde meer. Want we zien een nieuwe instapaccu met een nieuwe instap elektromotor. De instap Standard Range Single Motor versie die is voorzien van een 69 kWh accupakket. Die wordt gekoppeld aan een 272 pk sterke elektromotor op de achteras. Goed voor een 0 tot 100 sprint in 6,4 seconden en een voortaan veel hogere topsnelheid van 205 km per uur. In plaats van 160 km per uur voor de vorige Standard Range Single Motor variant met voorwielaandrijving. Die versie mag al 1500 kilo trekken en dankzij een snellaadvermogen van 135 kW is het accupakket van 10 naar 80% gevuld in iets meer dan een half uur tijd. Het standaard opladen dat geschiet via een 11 kW driefase sterke boordlader in ongeveer 7 uur. De range, afhankelijk van het type wiel dat je kiest onder de auto, tussen de 5 à 545 km op een volle acculading. En dat is wel een enorme plus ten opzichte van zijn voorganger. En daarmee heeft Polestar echt een heel concurrerend model neergezet. Want het is dus een efficiëntere auto geworden die dankzij ook nog eens wat extra kilowatturen echt wel een stuk significanter aanwezig is in deze klasse. Want er heeft dus op dat vlak echt wel een mooie update plaatsgevonden. Wat betreft de accucapaciteit, de elektromotor, de efficiëntie en al dat soort zaken. En dat maakt hem gewoon significant aantrekkelijker. De tweede variant, de versie waarin ik nu rij, de Long Range Single Motor, die wordt geleverd in combinatie met een 82 kWh accupakket en een elektromotor die in plaats van 272, 299 pk levert. Goed voor een 0 tot 100 sprint in 6,2 seconden en een topsnelheid van eveneens 205 km per uur. Hoe ver deze versie komt? Nou, maximaal dus 655 km volgens de WLTP testmethode, wederom afhankelijk van de wielen die je kiest. Zo is deze testauto voorzien van 20 inch lichtmetalen wielen en daarmee zakt de range naar ongeveer 610 km volgens de WLTP testmethode. Ook deze versie mag 1500 kilo trekken, maar dankzij een enorme upgrade van het snellaadvermogen naar maximaal 205 kW is het 82 kWh accupakket van 10 naar 80% gevuld in ongeveer 28 minuten. Ook dat is dus een enorme upgrade ten opzichte van zijn voorganger die met maximaal 150 kW kon laden. Maar goed, hoe ver kom je ermee in de praktijk? Met name dus die long range single motor waarmee ik nu rij. Voordat ik daarbij ben aanbeland, laten we eerst even kijken naar de rij-eigenschappen. Want ik was voornamelijk benieuwd of het ook echt een totaal andere auto is geworden op dat vlak. Is dat ook zo? Niet per se. Kan misschien te maken hebben met het feit dat ik wellicht hoge verwachtingen had. Ik denk van, oh, dat is echt een totaal andere auto geworden. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Het blijft gewoon een Polestar 2 om mee te rijden. Zij het dat er wel echt veranderingen waarneembaar zijn voor wat betreft het rijgedrag. Niet voor wat betreft de balans. Die voelt nog steeds hetzelfde. Het is niet zo dat er nu een mooiere natuurlijke balans in de platform zit door die achterwielaandrijving. Maar wat je wel direct opmerkt is dat het stuurkarakter wat neutraler is geworden. Je krijgt geen aandrijfreacties in het stuur meer. En je hebt gewoon bergen tractie als je bocht uitgaat. Want in plaats van dat er getrokken wordt aan het stuur met eventueel onderstuur als resultaat,
duwt de Polestar 2 nu wat beter door de bocht heen met een mooier neutraal karakter. Ga je ervoor, dan voel je ook, zeker op nat wegdek, dat hij af en toe geneigd is tot het opzij zetten van het kontje als jij echt vol gas geeft bocht uit. Een klein driftje is her en der dan ook mogelijk als je bijvoorbeeld kiest om het ESP-systeem in sportmodus te plaatsen. Veilig blijft het echter allemaal wel, dankzij de uitstekende tractiecontrole en het stabiliteitssysteem. Maar ik merk ook wel direct op dat ook Polestar het vrij lastig vindt om een auto met enkel achterwielaandrijving goed uit te balanceren voor wat betreft de rechtuitstabiliteit. Want ook deze enkel achterwiel aangedreven elektrische auto, denk ook zeker aan de Tesla Model 3 met enkel achterwielaandrijving en ook zeker de BMW i4, hebben wat last van een wat zoekerig rijgedrag eenmaal op hogere snelheid. En ook deze Polestar 2 heeft daar wat mij betreft net iets te veel last van. Dat had hij niet, want eerst hing het gewicht wat meer in de neus dankzij de voorwielaandrijving en toen was er mooi sprake van een uitstekende rechtuitstabiliteit. Nu is die wat minder, maar als jij opteert voor de adaptieve cruise control met pilot assist, wordt dat totaal teniet gedaan dankzij de uitstekende automatische piloot op de rechte stukken. Ook merk ik op dat de elektromotor zich wat makkelijker laat horen. Zeker bij het rijden door stedelijk gebied hoor je continu een gezoem vanaf de achterras. Dat heb ik nooit eerder opgemerkt bij de Polestar 2. Dus je merkt echt wel dat de Polestar daar het een en ander heeft veranderd en dat er misschien wellicht wat minder isolatie in de bodemplaat achter aanwezig is. Ook merk ik, net als bij de Volvo XC40 op, dat zeker het manoeuvreren vooruit-achteruit in combinatie met one-pedal driving, je hoeft dus eigenlijk nauwelijks het rempedaal aan te raken, dan klikt de elektromotor vrij makkelijk. Dan is de hele tijd een gejutter van die elektromotor in de aandrijflijn. Dat zijn zaken die ik bij Hyundai, Kia, BMW, ja trouwens BMW heeft het af en toe ook, maar ook zeker Tesla nog nooit heb opgemerkt. Daar is dan ook zeker nog wat ruimte voor verbetering. Wel is het verder fijn om te weten dat over het algemeen Polestar dat one-pedal driving verder wel erg goed onder controle heeft. Want dat is wel heel erg fijn. Je hoeft het in principe niet in te schakelen elke keer. Eenmaal ingeschakeld is het gewoon een kwestie van instappen, rempedaal intrappen, versnelling selecteren en de auto doet verder alles voor je. En dat werkt gewoon heel prettig. Je hoeft dat rempedaal eigenlijk nooit aan te raken, tenzij je wat harder af moet remmen en een soort van noodstop maakt. Ja, en dan het rijbereik en het energieverbruik. Want om heel eerlijk te zijn heb ik nooit echt een hoge pet op gehad van het energieverbruik van elektrische Volvo's en Polestars. Want ook de Polestar 2 Standard Range Single Motor, die ik dus een jaar geleden heb getest, was een van de schadelijkste elektrische auto's die ik ooit heb gereden met destijds een gemiddeld energieverbruik van 24 kWh op 100 km. En dat kwam met name naar boven op het moment dat je een wat korter stukje aan het rijden was. Want de auto leek dan behoorlijk veel moeite te hebben om het interieur en het accupakket te verwarmen gedurende wat koudere weersomstandigheden. Maar goed, over het algemeen kon ik wel een goed vergelijk maken met andere auto's die ik in dezelfde periode reed. En dat zorgde dus nog steeds voor dat de Polestar 2 onderaan de streep echt ongelooflijk energie slurpte. Hoe is dat nu gesteld? Nou, ik oordeel dus over die 82 kWh long range accu in combinatie met die enkele elektromotor van 299 pk op de achteras. Overigens een behoorlijke vermogensupgrade, want het is echt een hele vlotte auto geworden. Wat je er ook mee doet, op hogere snelheid, vanuit stilstand even een sprintje trekken, het is echt een bovengemiddeld vlotte auto. Maar wat doet het energieverbruik over de afgelopen, even kijken, 475 kilometer in totaal. Nou, ik heb een gemiddeld energieverbruik van 18 kWh op 100 km. Ja, en dat is dus een stuk efficiënter dan de Polestar 2 een jaar geleden presteerde. En dat betekent dus dat Polestar dus wel echt zijn huiswerk heeft gedaan en die aandrijflijn heeft weten te verbeteren voor wat betreft voornamelijk het energieverbruik. En dat in combinatie met een krachtigere aandrijflijn die ook nog eens totaal is veranderd voor wat betreft de setup van voor- naar achterwielaandrijving. Ja, de updates aan de Polestar 2 die werpen echt zijn vruchten af. Het veranderen van voor- naar achterwielaandrijving zorgt aan de ene kant voor een rijkarakter dat beter bij een auto in deze klasse past. Maar met name de verandering voor wat betreft het accupakket in combinatie met een veel efficiëntere elektromotor zorgt er gewoon voor dat het een auto is die op het vlak van energieverbruik en range in de praktijk echt mee kan komen met de concurrentie.
Vergelijk ik hem met het energieverbruik van de Tesla Model 3, ja, dan moet hij daar nog steeds zijn meerdere in herkennen. Dat is echt een veel, maar dan ook echt veel efficiëntere auto in de dagelijkse praktijk, waardoor je dus met minder kilowatturen nog steeds net zo ver kan komen. En laten we eerlijk zijn, elke kilowattuur moet worden afgerekend, dus dat is ook echt wel iets belangrijks om rekening mee te houden. Maar vergelijk ik hem prijstechnisch met een aantal concurrenten, als dus de Model 3, de IONIQ 6, de NIO ET5 of de BMW i4, dan moet ik wel zeggen, hij zit wel aan de wat meer prijzige kant. De testexemplaar kost dan gewoon al snel 66.000 euro en dat is dus ongeveer 20.000 euro meer dan een vergelijkbare Tesla Model 3. En dat is dan niet een mindere auto als ik ga kijken naar de rij-eigenschappen. Sterker nog, ik vind de Tesla Model 3 beter rijden dan deze Polestar 2. En dan is er recent een facelift versie gepresenteerd van de Tesla Model 3. Voor wat betreft het energieverbruik is die auto een klap zuiniger. En voor wat betreft het multimedia navigatiesysteem kan zelfs Polestar met Google software daar niet aan tippen. Dat is en blijft nog steeds de benchmark. Vergelijk ik hem met een BMW i4, dan vind ik het multimedia navigatiesysteem, het digitale instrumentarium recht voor mijn neus, veel beter dan in BMW het geval is. Maar die BMW rijdt aan de andere kant wel veel fijner dan deze Polestar 2. Verfijnder ook vooral, hij is ook stiller. En de aandrijflijn van BMW is ook nog eens een klapje efficiënter dan in deze Polestar 2. Nee, de Polestar 2 presteert op dat vlak hetzelfde als bijvoorbeeld de NIO ET5. Maar al met al, de updates zorgen er echt voor dat de Polestar 2 weer een stuk interessanter is geworden. En dat moet ook wel, want er zijn steeds meer auto's in deze klasse verkrijgbaar. En er komen er ook nogal een paar aan. Dus dat ze zo snel zijn geweest met het doorvoeren van die updates is een hele slimme zet geweest. Vond jij deze video van de Polestar 2 leuk en interessant en zeg je ik wil meer van InstaAutoVlog zien? Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook en Twitter. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ik ben Noemer Verstegen en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei!